Het is 23 februari 2021 en dat is voor Suriname een hele belangrijke dag. Omdat vandaag de vaccinatie start, of althans de campagne start voor de vaccinatie tegen het COVID-19 virus. We staan hier op het terrein van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo om u verslag te doen over deze activiteit. De eerste persoon die deze vaccinatie zal nemen is niemand minder dan de minister van Volksgezondheid, de heer Amer Rabadin. Wij nemen u mee naar dit moment van de vaccinatie. Hierbij denk ik dat ik de officiële kick-off heb aangekondigd. Heel veel succes en veel succes en kracht in dit proces. Dank u wel. We kunnen niet garanderen dat u geen niet besmet gaat raken, ook al bent u gevaccineerd, maar we kunnen wel met het vaccin u garanderen dat de kans dat u verslechtert en complicaties krijgt en fataliteiten oploopt, klein is. Ik moet zeggen, het betekent heel veel. Het is voor ons een bijzondere dag. Je moet begrijpen dat we al ruim een jaar zitten gegeven in die COVID-zorg. Hebben wij dus echt moeten zwoegen. We hebben emotionele momenten gehad hier onder het personeel, maar tegelijkertijd hebben we ook ervoor gezorgd dat wij toch op zo goed als mogelijk de nodige zorg hebben geleverd aan alle COVID-positieven die het ziekenhuis hebben bezorgd. Maar tegelijkertijd ook de mensen die op het recht hadden op dus die reguliere zorg. Het is niet altijd even makkelijk geweest. En vandaar dat het voor ons een belangrijk moment is dat we dus een start kunnen maken met het vaccinatietraject. Vandaag is kick-off. We gaan de komende dagen gewoon door met vaccineren in het AZ. Om dus onze medewerkers verder te vaccineren. En ik kan u zeggen dat wij vandaag gaan wij dus vanuit AZ gaan we dus specialisten, artsen, maar ook verpleegkundigen gaan wij dus vaccineren. En ik kan meegeven, bijvoorbeeld onze hoofdintensivist dokter Ramdani wordt vandaag gevaccineerd. Dokter Panka intensivist wordt vandaag ook gevaccineerd. Ook onze top IC verpleegkundigen worden gevaccineerd. Onze hoogspoedeisende hulp dokter Rodriguez. U heeft net gezien dat dokter William, een van onze spoedeisende hulpartsen, ook gevaccineerd zijn. Waar het om gaat is dat wij ook op een gegeven moment laten zien naar die samenleving toe dat wij geloven in vaccin. En dat moet ook. Het kan niet anders. Zo alleen gaan wij op een gegeven moment verder kunnen gaan om dus de COVID uit te bannen. Dus voor ons, nogmaals voor AZ dat we vandaag hier staan. Je moet begrijpen dat wij natuurlijk de meeste frontline medewerkers hebben. Dus het is een historisch moment. Ja, we moeten blij zijn dat het toch relatief snel met 1 tot 1,5 jaar een betrouwbaar vaccin er is. En dat heeft allemaal te maken met de grote inspanningen die wetenschappers in hebben gepleegd. En ook kapitaal dat erin gegaan is. En het is een pandemie, dus iedereen gaat er volop in. En men was bereid, nu meer dan voorheen, om de gegevens met elkaar te delen. Grote laboratoria. Ze werden ook, kregen ook funding van met name de Europese Unie, etc. En daardoor heb je ook dat een en ander enorm versneld kon zijn geworden de afgelopen periode. Van de vaccinatiecampagne, kunnen wij dan zeggen dat we binnenkort andere maatregelen krijgen in Suriname? Ja, dit moet u even loskoppelen van de maatregelen. Het vaccinproces is een ander traject. De maatregelen mag ik al aankondigen. Morgen krijgt u een bekendmaking. We hebben een paar interventies gepleegd met betrekking tot de maatregelen. Een van de maatregelen, en eigenlijk kan ik het hier zeggen ook voor de nationale pers, zodat iedereen het weet. Het samenscholingsverbod blijft voorlopig op 10 personen. We gaan de uitvaart, begrafenissen en andere zaken wat daarmee te maken heeft, een beetje uitbreiden van 30 naar 50 personen. Er is een duidelijke trend waar we zien dat er een daling is. Verder zullen contactsporten weer toegestaan zijn in de buitenlucht. En even kijken als ik iets vergeten ben, er zijn 4 belangrijke dingen. De avondklok wordt ook enigszins aangepast. En dat heeft niet te maken met het vaccin hoor. Laat dat duidelijk zijn. Niet omdat we nu het vaccin nemen, gaan we verruimen. Dit is een discussie die het OMT, dus het Outbreak Management Team, al een paar dagen met ons voert. En dat heeft helemaal te maken met de cijfers die we zien daar. En echt, ik ga u zeggen, we zijn blij, we zijn verheugd. En u ziet het ook, u ziet ook aan de mensen. Het team, vaccinatieteam, bestaat alleen maar uit AZ-medewerkers, verpleegkundigen die elkaar vaccineren, omgekeerd. Ook de artsen die elkaar ondersteunen, ook de medici. Dus het is een en al een team waar wij met gezamenlijk mee het proces starten en natuurlijk ook die zullen eindigen. De inspraak van het vaccin omhoog gaat, wil dat ook zeggen dat we uiteindelijk minder stringente maatregelen zullen hebben? Ja, dat kan ik nu al zeggen, maar dan moet je wel uitgaan van een verantwoorde dekkingsgraad en een belangrijke dekkingsgraad. Want 20% als ik zeg, of 5% of 10%, dat is nog geen dekkingsgraad.
Je bent op weg, en dat zeg ik net, heb ik gezegd, we proberen tussen de 350.000 en 400.000 doses binnen te halen in Suriname dit jaar. Uiteraard moet je capaciteit ook het aankunnen, want het is geen makkie om 150.000 personen te vaccineren binnen een 3-4 maanden. Dus je gaat ook een verantwoorde, realistische uitrolplan moeten uitzetten, want je hebt een basis, je hebt een maximum aantal. We gaan wel op meerdere plaatsen vaccineren. Overal, alle ziekenhuizen, 6 ziekenhuizen, medische zending op verschillende posten. Ik denk heel belangrijk voor ons is het Westen, MMC op afstand waar we gaan vaccineren van een belangrijk ziekenhuis. Dus ook daar moet die voorbereiding prima zijn. Ze hebben wel een SIHIC en we hebben alle vertrouwen in dat die organisatie goed is. Conform zoals u hier ziet, zo zal het overal plaatsvinden. Conform de internationale geldende protocollen. Ja, yep. Oké, prima. De campagne die start vandaag, voor hoe lang is deze campagne uitgezet? Je moet begrijpen, er zijn natuurlijk verschillende momenten, want we hebben dus nu is er een x-aantal doses ter beschikking en dan moet de volgende komen. Wij hebben gezien dus dat vanuit de prioriteitsgroepering is dus natuurlijk eerst de frontliners, vervangen we dan overgezorgd medewerkers. Dan zal men overstappen dus naar een, mensen uit de samenleving, de risico met risicofactoren en dan de overige mensen die zullen volgen. Ik zou eigenlijk nu van de gelegenheid gebruik willen maken om mijn mede-Surinamers te laten op te roepen, zich te laten vaccineren. Het is een veilig ding. Betekent het dat wanneer de mensen gevaccineerd zijn, dat ze geen mondkap meer hoeven te dragen? Is het risico van het krijgen van COVID minder? Het krijgen van COVID is sowieso minder, maar wij adviseren natuurlijk nog niet dat je dus zonder mondkap en alles gaat rondlopen. Wij zien dit moment als een stukje extra bescherming. We hebben dus eigenlijk een jaar lang hebben we met ze moeten beschermen met alle soort jassen. Jullie kennen nog geven met alle soort mondpak, je mondpak, al die dingen die men gezien heeft. Dit is eigenlijk nog een extra bescherming erbovenop. Dat wij zeker van zijn dat wij zo min mogelijk zorgmedewerkers met COVID in het krijg thuis krijgen. Wat is de geldigheidsduur van zo'n vaccinatie? Ik moet u zeggen, voor dus de technische aspect is het best als mijn dochter vreden spreekt. Maar ik weet dus dat er een gegeven moment dat er dus wat dus duidelijkheid geven is dat er een redelijk goede dekking voor is. En wij zijn dus verzekerd van dus dat we dus toch wel de nodige bescherming kunnen bieden aan onze medewerkers. Dank u wel. We zullen zeggen heel veel succes toegewenst aan het AZP met de start en natuurlijk de voortgang van deze vaccinatie en de campagne naar de samenleving toe. Maar voordat we afsluiten, heb ik ook een vraag aan u. Heeft u een boodschap voor de Surinaamse gemeenschap ten aanzien van de vaccinatie? Ik wil alle Surinamers oproepen dat ze hier zich ook laten registreren wanneer het zover is. U hoeft niet bang te zijn. Wij moeten vaccineren. We zijn al gewend met vaccins in de wereld. Dus laten wij hier ook ervoor zorgen dat wij ook hier in Suriname, zoals we het ook gedaan hebben het afgelopen jaar, rekening houden met de maatregelen dat we hier ook wel thuis zijn gebleven. Laten we ook hier massaal vaccineren. We laten u zien hier vanuit de medische sector dat wij ons laten vaccineren. We gaan de komende dagen gewoon door. De media is elke dag uitgenodigd om hier in AZ. We zullen tijdstippen doorgeven dat u ziet dat wij gewoon doorgaan om ons zorgpersoneel te vaccineren. Ik roep u op. Doet u dat ook wanneer het zover is. Dank u wel. Beste kijkers, u heeft het gehoord in een interview met de directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, mevrouw Dr. Anders Redan, die de samenleving oproept om geen vrees te hebben voor het nemen van het COVID-19 vaccin. We hebben ook mee mogen luisteren naar een kort gedeelte van het interview van de internist, ook verbonden aan het AZP. Dus ook in Suriname is er een aanvang gemaakt met de vaccinatie. Mijn naam is Nancy Baldwin. Ik groet u vanuit het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Achter de camera staat Mario Pinas en ook hij doet u de groeten. En wij blijven u op de hoogte houden van de vaccinatie. We zeggen van hieruit tot de volgende keer.